Dag lieve mensen, welkom bij deze nieuwe maanreading. Ietsje later dan gepland, maar goed. Ga ik deze nieuwe maanreading doen voor de sterrenbeelden, of in ieder geval de elementen. Ik ga kijken bij welk element vuur, water, aarde en lucht, welke boodschappen daarbij doorkomen. Dan ga ik per sterrenbeeld een kaart trekken, een tarotkaart, hoe je daarmee omgaat, wat er bij jou staat te gebeuren. Dit is een algemene reading. Als je een persoonlijke reading wilt, kijk dan even op mijn website www.mediumjacqueline.nl. Alle info staat in de infobox hieronder. Klik daar even op webshop en scroll even door naar de consulten. En daar staat een YouTube reading. En daar staan dus een persoonlijke YouTube reading, twee mogelijkheden en... Dan vind je ook nog extended en downloadbare twin flame readingen. Dus als je daar interesse in hebt, graag. Als je deze reading, als het passend voelt voor jou. En als je meer wilt zien, klik dan even op abonneren en op het belletje. Anders nog iets. Ja, ik heb op Etsy ook nog dezelfde readingen staan. Dus wat betreft, als je daar liever gebruik van maakt. De lidmaatschappen heb ik veranderd. Lidmaatschap 2, niveau 2 heb ik er vanaf gezet. Vanaf gedaan, omdat het me te veel werd. En ik moet nu iets meer aan mezelf gaan denken. Want ik heb het gevoel dat ik een andere richting op ga qua readingen. Meer de karmalijnen opruimen, familiekarma zuiveren met overleden dierbaren. Dus zoiets is het, althans dat is wat ik... doorkreeg, die kant moet ik op, omdat ik snel contact kan maken met overleden dierbaren. Maar hoe zich dat moet gaan vormgeven, weet ik niet. Ik moet hierna nog een reading opnemen van Michael en dan ga ik het wel merken wat hij van plan is. Dus dat weet ik even niet. Maar dus heb ik wel niveau 1 laten staan. Niveau 1 is €9,99 per maand. Je kunt dat altijd opzeggen ten alle tijden. Ik probeer daar 1 reading per week neer te zetten. Dus dan heb je 4 readingen voor €9. En dat zijn dan speciale readingen. En ja, we moeten even kijken hoe dat allemaal gaat. Maar mocht je dus een persoonlijke reading wensen, kijk dan even op mijn website. En ik ga gebruik maken van de Arc Animal Tarot en Oracle Deck. Dat is een set. En daarbij heb ik nog de expanded versie. Ook daarbij gedaan kaarten. Nou ja, die zijn eigenlijk hetzelfde gekleurd, dus kun je niet zien. Maar het complete set heb ik dan hier liggen. Dus ik ga beginnen, mocht je daar interesse in hebben. Via Amazon kun je dat bestellen. Dan gaan we nu beginnen. Voor de vuurtekens, lieve vuurtekens. Wat mag er voor jullie voor deze nieuwe maandperiode gaan gebeuren? Wat mogen jullie aandacht aan besteden? Even kijken wat dat gaat zijn. De cheat, nou, doe maar weg, zegt hij. Oké, dank je. De zebra. Spiritual symmetry, distinctiveness, self-acceptance. Dus er komt spirituele stabiliteit. Acceptatie van jezelf, door jezelf te accepteren. Misschien stukken van vroeger, omdat hier ook dat jong bij staat. Heb ik ook het gevoel dat het misschien een stuk is dat je het groeien van kleine spirituele groei krijgt. Dat er een symmetrie heerst, misschien met jezelf, met een ander. Maar dat er een acceptatie van jezelf plaats gaat vinden. Butterfly, evolution, delight, life's rhythm. Dus er komt een verandering. De vlinder staat voor transformatie en groei. En dus er gaat een groei plaatsvinden. En wat ik ook hier zie is allebei de kaarten met wit-zwart. Dus er gaat ook een balans plaatsvinden in jezelf. En dat is belangrijk, omdat hier iets geheeld moet worden. Hier zie je het geel, dat wijst mij op het geel-oranje, wijst mij op het tweede, derde chakra. Dat daar dus dingen gezuiverd gaan worden. Dan moeten dingen geheeld worden, waardoor er balans kan komen in jezelf. Emoties, herinneringen aan vroeger,
Dat mag dus voor de vuurtekens mag dat geheeld worden. Je komt dus nu in een hele andere fase terecht. En dat is in ieder geval wat hier nu speelt. Ik moet 3 kaarten pakken, zegt hij. Oké. Wat speelt voor de vuurtekens? We gaan even kijken wat er nog meer er komt. Sugar Glider, nooit van gehoord. Maar goed, Cleverness, Adventure, Leap of Faith. Je gaat dat met heel veel inzicht doen, cleverness. En een gevoel van, je gaat die stap wagen. Met vertrouwen krijgen van te groeien. Om dingen anders te doen dan je misschien tot nu toe gedaan hebt. Ik moet even kijken, dat zie je niet. Sorry, dus dat gaan we maar even anders doen. Dus er komt een verandering. Er gaat een symmetrie plaatsvinden in jezelf. Een acceptatie van jezelf. Een transformatie van jouw chakras. Er komt een stijging van jouw energie daardoor. En daardoor kun je ook nu iets nieuws gaan creëren. Dat je het vertrouwen krijgt dat dat ook kan gebeuren. Voor de ram, wat speelt er voor de ram? Hoe ga jij daarmee om? De rammen, hoe gaan de rammen hiermee om? Snel natuurlijk. De rammen hebben een hele snelle energie. Whale? Nee. Oké. The whale, judgment, rising up, clarity, awakening, mercy. Dus hier krijg je duidelijkheid. Oh, dat zijn 3 kaarten. Oké. 3 kaarten. Je krijgt dus duidelijkheid. Ik had mijn vingers ervoor. Duidelijkheid wat je misschien moet doen. Hoe je dit moet gaan creëren. Ik kan dat niet lezen, maar het is een mot. Het zegt me helemaal niks. Ik kan het wel lezen, maar ik kan niet uitspreken. Het heeft te maken met de dood. Dus er gaat iets beëindigd worden. Er gaat een situatie, ga je beëindigen. Of je doet dat zelf, of het gebeurt. Destruction, renewal, real truth. Je gaat de waarheid zien. Je gaat een oud stuk achterlaten. En je gaat een nieuw stuk beginnen. Of dat is op jouw persoonlijke vlak. Of het heeft te maken met werk, met relatie. Er komt in ieder geval iets nieuws. Temperance, Divine Energy, Manta Ray, Perfect Harmony, Miracles. Dus er komen wonderen. Dus voor de ram gaan er dus mooie dingen gebeuren. Je laat een oude situatie achter. Je begint iets nieuws. En er gaat iets gestabiliseerd worden. Ik voel heel erg mijn basischakra nu. Dus er gaat in jouw basischakra gaat een stabiliteit plaatsvinden in jouw leven. Wat je misschien al heel lang hebt gewild. Daar ga je dus nu ook de inzichten krijgen hoe je dat moet gaan doen. En hoe je dat moet gaan creëren. Hoe je dus kunt groeien vanuit een situatie die dus nu dat je iets hebt geaccepteerd van het is zo. En dan gaat er dus nu iets stromen. Misschien heb je dat die acceptatie al in het verleden gehad. Maar is het nu pas de tijd om de verandering te creëren in je leven. Dat je meegaat met de stroom van het leven. Dat er een evolutie plaatsvindt en dat je dus een stuk kracht weer krijgt om iets nieuws aan te pakken. En dat kan dus te maken hebben met werk, de liefde of jezelf. Dat ligt er natuurlijk aan waar je in zit, in welke situatie. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Oké. De rammen, de leeuwen. Dat is voor de leeuw van belang. Hoe gaat de leeuw hiermee om, Michael? Nee, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had een tarotkaart moeten pakken. Oké, nou, dan gaan we dat toch maar zo doen. Ik weet het ook niet. Nou, de leeuw. Dan ga ik toch daar... Oh, ik moet even terug. Maar dat is dus eigenlijk... Oh, oké. Dit is de overall energy, dus de zebra, dat er acceptatie plaatsvindt. Misschien heb je die acceptatie al gehad en heb je die transformatie al gehad. Dan heb je nu het gevoel van, je moet een stap wagen in iets. En dat is voor de ram, dus je krijgt duidelijkheid. Je krijgt duidelijkheid in welke stap je moet gaan zetten. Er gaat een oud stuk los, er komen de waarheid komt naar voren, wat je moet doen. En het heeft te maken met divine energy. Dus je gaat je energie ga je krijgen. Misschien van het spirit. Misschien van een overleden dierbare. Dat heeft te maken met harmonie. Dan gaan we eens even kijken welke tarotkaart daarbij hoort. Hoe gaat de ram dit aanpakken? Oké. De kangaroo. Waarom zie ik dat toch niet hier?
waren wel de tarotkaarten. Oh, ik ben even helemaal in de war. Maar goed. Focus, Jok. Nou, prima. Het waren dus wel de tarotkaarten. Ik zie het net, Judgment. Maar het lijkt zo'n beetje op elkaar. Die kaarten zijn eigenlijk niet geschikt als je niet helemaal met je hoofd erbij bent. Maar whatever. Kan niet gebeuren, hè? Ik laat de video ook gewoon lopen. Ik laat hem gewoon lopen, dat is goed zo. De leeuw, hoe gaat die dat oplossen? Michael, hij lacht zich kapot. Ja, ik vind het goed. Ik vind het maar heel erg grappig dat ik dat, dat verkeerd had gedaan. De hermit, de leeuw gaat dus in de kluizenaarspositie. Sneeuw, leopard. De hermit, ascension, illumination, introspection. Dus jij gaat, doordat je naar binnen keert, leeuw, ga jij dit oplossen. Ga jij eigenlijk transformeren, ga je transmuteren. Om iets te zien, krijg je helderheid, krijg je inzicht in wat jij moet doen, in welke, wat er gaat gebeuren voor jou. Nou, dat vliegt dus alle kanten op. Oké, wat is voor de leeuw van belang om te weten? Dank je. Pick, 10 of Pentacles, 10 van Pentacles, family, true wealth, avoiding risk. Dus er komt voor jou, leeuw, komt er iets nieuws op het gebied van relatie. Het heeft ook te maken met financiën, want het zijn de pentakelkaarten. Pentakelkaarten hebben te maken met overvloed, met materialisme, het zijn de munten. Dus je gaat ook risico's uit de weg, maar er komt ook op een liefdesvlak, op de familievlak, gaat er iets gebeuren. Omdat je dadelijk weet welke kant dat je op moet. En dan krijg je de Knight of Pentacles, reputation, reliability, results. De wolf, er komt dus een verandering voor jou, leeuw. Je gaat dus nu resultaten zien van datgene wat jij hier nu gaat creëren. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn om te zien. De boogschutter. Wat mag ik daarvoor zien? Nou, die vliegt er al uit. Dragonfly, Eight of Wands, Optimism, Speed, Standing Still. Nou, ligt er dus aan. Ga jij vooruit, boogschutter? Meestal ben je wel iemand die vooruit gaat. Tenminste, die boogschutter die ik ken. Squirrel, Ace of Wands, Inspiration, Bright Future, False Starts. Dus je moet wel even opletten dat jij niet de verkeerde keuzes gaat maken. Kijk goed, boogschutter, wat jij wil. Want hoe wil je dat neer gaan zetten? Hoe wil je het neer gaan zetten? Je gaat een nieuw begin krijgen in de energie. Het is een klein beginpunt. Het is een aas of een staven. Je krijgt inzicht hoe je eigenlijk iets wil gaan creëren. Maar dan zul je wel dan die leap of faith mogen nemen. Dus dat vertrouwen krijgen om ook die stap te zetten. Anders gebeurt er natuurlijk niks. Dan hebben we de Beaver, 7 van Bekers, Dreams, Deception, Determination. Dus hou vol. Ga je dromen achterna. Dat is wat, wat eigenlijk gezegd wordt voor de boogschutter. En als je dit hele plaatje voor de vuurtekens dan neerzet, dan heb ik het gevoel dat hier iets heel groots staat te gebeuren. Maar dat je wel het vertrouwen moet hebben om die stap ook te zetten. Dat je het oordeel krijgt dat je eigenlijk het inzicht gaat krijgen. Doordat je in een soort kluizenaarspositie zit of bent geduwd of het idee hebt van, want je wil eigenlijk, de Eight of Wands betekent ook een contact, communicatie. Maar die staat stil, maar je wil wel een verandering hierin teweeg brengen. Als ik dat vertaal even naar de liefde of een verandering op het gebied van werk, wil je eigenlijk een communicatie gaan brengen naar, van jezelf uit. Nou, wat wil ik dan neerzetten? Wat wil ik eigenlijk creëren bij mezelf? Er gaat in ieder geval een nieuw begin plaatsvinden. Ook op het gebied van familie. Er gaat iets afgesloten worden op het gebied van familie. De dood en de 10 van pentakels. En de Ace of Wands. Dus als jij iets afsluit met een relatie. Misschien zit je in een relatie, wil je naar een andere. Dat kan. Dat jij iets af gaat sluiten. En dat er een nieuwe start gaat plaatsvinden. Maar je moet even wachten, want Temperance geeft ook aan van wacht even totdat de energie juist is. Ga geen keuzes maken als de energie nog niet juist is. Als jij voelt
dat die energie goed is, dan weet je ook van, dan kun je dus stappen gaan zetten. En dan kun je eigenlijk met vol passie jouw droom gaan volgen. Ook op het gebied van werk natuurlijk. En relaties, je hele leven. Dan ga je dat omzetten naar positieve dingen. Dat is in ieder geval voor de vuurteken. Dus er staat deze nieuwe maanperiode heel veel positieve dingen te gebeuren. Wat ga ik nou doen? Ga ik dat neerlaten? Ga ik dat laten liggen? Nee, zegt hij, dat wordt een rommeltje. Want dan raak je nog meer in de war. 15 minuten 41. Dus ik pauzeer het even. En dan kom ik zo terug voor de luchttekens. Zo, dan gaan we verder met de luchttekens. Tweelingen, weegschaal, watermannen. Wat is voor jullie van belang? Wat is voor deze nieuwe maandperiode voor jullie van belang? Even kijken. Dat is de cheetah. Dat is de speediness. Fruit and sleep. Dat kan ik niet zien. True choices, de rat, reproduction, agility. En de mongoose, self-assertive. En guineiness, candidness. Ik heb het gevoel dat jij eigenlijk nu in een soort situatie zit, waar je heel snel eigenlijk uit wil, maar ook dat je het niet ziet. Dat je eigenlijk niet, je mag ook meer naar je innerlijk kind kijken. Je mag iets geheeld worden. Er staan op drie kaarten, staan daar puppies op. Ja, ik noem het even puppies, hè. Het zal beslist niet zo heten bij die dieren, maar dat maakt me niks uit. Het gaat erom dat jij de verbinding met jezelf terugkrijgt. En hier staan dan twee volwassenen op, maar ik heb het gevoel dat er jouw innerlijk kind, ik ga even intuïtief lezen, want ik heb hier niks aan, kan ik even niks mee. Michael zegt van, het innerlijk kind moet hier geheeld worden bij jullie. Je moet echt een nieuwe fase aanbreken, dat je gaat groeien, dat je gaat kijken, dat je eigenlijk assertiever wordt. Dat je je keuzes kunt maken, want in sommige gevallen zit jij nog in een soort kindenergie. Waar je dus niet krachtig genoeg bent om je keuzes te maken. En niet krachtig genoeg bent om voor jezelf te kiezen. Laat je het nog gewoon lopen. Ga je gewoon maar vooruit. Dan heb je zoiets van, nou weet je, schiet maar op. Ik doe wel wanneer ik wil, wat ik moet doen. Maar je vergeet jezelf in die tijd. Je vergeet gewoon jezelf. Je bent maar bezig met dingen te doen die eigenlijk niet aan de orde zijn. Die je eigenlijk anders zou mogen doen. Nou, we gaan even kijken bij de luchttekens. Wat is voor de tweelingen? Hoe gaan jullie daarmee om met dit stuk? Tweelingen. Dan krijg je de polar bear, de star en de moon. Ja, zie je. Er moet dus duidelijkheid komen wat er gebeuren moet. Wat is er nog meer voor de tweelingen? Oké. Nou, de polar bear, de moon, of de star, dan moeten dingen geheeld worden. Tijd opstoten, dus je moet echt iets los. Je moet echt iets los, tweelingen. Jullie mogen iets loslaten, jullie mogen iets zien. Gifts from the Great Spirit, healing, hope. Je mag iets helen, hier moet een innerlijk kindstuk geheeld worden. De uil, de moon, seeing through the shadows, psychic power. Je mag dus de schaduwstukken aankijken. Hier moeten echt nog schaduwstukken aangekeken worden. Want dit is nog niet opgelost, dit hele verhaal. En dan krijg je de snow leopard, hadden we net ook al bij de hermit. Je gaat dus in de hermit positie, in de kluizenaarspositie, om te groeien. Om die essentie te bereiken. Als je dat namelijk niet doet, ga je... Dus je moet terug naar binnen, introspection. Dan krijg je ook die illumination, die inzichten. Want voor jullie tweelingen is er dus echt nog werk aan de winkel om dit, althans, ik spreek nu voor het grote collectief, zeg maar, er zijn een paar uitzonderingen, maar er zijn heel veel tweelingen die het op dit moment moeilijk hebben. En die mogen het zien en ze moeten begrijpen, zegt hij, dat ze terug moeten naar zichzelf, want ze leggen het buiten zichzelf. En ik heb het gevoel dat de weegschaal dat ook doet.
Die legt alles buiten zichzelf. Het moet ook eens gaan kijken wat hij aan het doen is. Wat hij of zij aan het doen is. Oké, de weegschaal. Hoe gaat deze persoon daarmee om? Dan krijg je de hyena, 10 van zwaarden. Betrayal, deep wounds, recovery. Ook hier mag je dus helen van oude wonden. Dus luchtteken, weegschaal. Jij mag nu eens gaan kijken wat er allemaal geweest is. Misschien heb jij zelf iemand bedrogen. Of ben je bedrogen en dat zij heeft wonden gecreëerd. Daar mag je van helen. Spider, the high priestess, balance your intuition, secret knowledge. Dus je mag die balans gaan krijgen. Weegschaal. En dat is voor jou heel lastig als je aan het oude stuk blijft vasthangen. Dus ga daar naar kijken dat je dit gaat oplossen. Want anders kom je niet verder in je proces. Dan blijf je hierin hangen. Eens even kijken wat hier nog meer naar voren komt. Oké, de Bluebird. 3 of Swords, Emotional Storm, Freedom from Strife. Dus dan mag je samenwerken met Spirit. En wat ik ook hier voel is, je mag je in ze gaan uiten. Als ik kijk naar die vogel, je mag een overzicht krijgen. Je mag je gaan uiten. En dan zie ik de kleur blauw heeft met het keelchakra te maken. Heeft ook met het derde oog te maken. En de kleur rood-oranje heeft met eerste en tweede chakra te maken. Ja, is het rood? Ja, het zal... want jouw chakra is niet in balans, omdat jij niet communiceert. Jij communiceert niet, daarom sta je ook niet stabiel in het leven. Voor veel weegschalen geldt dit. Hè? Het is een algemene reading, dus hou even daar een vinger aan de pols erbij. Maar daar mag echt iets gebeuren voor de weegschalen. Want je moet echt iets geheeld worden en dan ga je balans pas krijgen. Als je ook het overzicht durft te krijgen naar wat er gebeurd is bij jezelf en bij anderen. Mongoose, wat is voor de watermannen? Hoe zeg ik dat goed? Ja. Tweelingen weegschaal watermannen. Watermannen, wat mag jij doen? De waterman, de octopus, king of cups. Clarity, control over emotions, self-compassion. Dus je mag eens compassie met jezelf hebben. Dat sommige dingen misschien langer geduurd hebben als dat je wilde. Maar daar mag een verandering in gaan plaatsvinden. Chimpansee, 2 van pentakels. Ook jij moet die balans krijgen. Go with the flow en meer plezier maken. Dus als ik dat kijk voor iedereen, dan ligt hier echt wel nog een stuk heling wat hier gebeuren mag. Even kijken. Maar kijk, dat hoeft natuurlijk niet een hele lange tijd te duren. De lovers. Love in all forms, commitments, choices. Je mag dus gaan kiezen voor de liefde. En dat mag de weegschaal, dat mag de waterman en dat mag de tweelingen. Maar doordat jullie nog met oude stukken zitten, die gezien mogen worden en die gebalanceerd mogen worden, want hier mogen echt schaduwkanten nog aangekeken worden. En bij sommigen is dat veel werk. Anderen die hebben zoiets van, nee, ik heb dat al achter de rug. Als ik kijk dat dit voor iedereen geldt, dan heb ik het gevoel dat toch bij de tweelingen de meeste problemen nog zitten. Bij de... weegschalen ook nog. En de watermannen die zijn eigenlijk al op weg van... Ja, maar dit heb ik al gehad. Dus ik mag nu naar voren toe. Maar hier mag iets gezien worden. Je mogen schaduwkanten gezien worden. Je mag gezien worden dat je krachtig bent. Dat ook jij je kracht mag laten zien. En soms was dat toch een beetje moeilijk. En heb je eigenlijk verkeerde keuzes gemaakt. En heb je het eigenlijk... steeds herhaald wat er speelde. Je hebt eigenlijk heel veel dingen herhaald en je hebt het niet gezien. Dat is in ieder geval wat ik hierbij doorkrijg. En je wilt soms te snel. Wat ik hoor van Michael is dat je soms dingen wil overslaan. Ze willen te snel en hebben het gevoel dat ze het allemaal zien. Maar het hele grote geheel ontbreekt hen. Dus voor iedereen geldt deze kaart, zegt hij. Kijk eens vanaf een hoogte wat er speelt, wat je hebt laten liggen en wat je nog niet hebt gezien in die tussentijd. En ze mogen de liefde in zichzelf vinden, want dat is ook heel belangrijk. Zodra dat gebeurd is, en ik heb het gevoel dat de tweelingen daar het meeste moeite mee hebben aan de weegschalen en de waterman heeft er een heel stuk al gedaan. Daar is al een heel stuk opgelost. Die staat eigenlijk voor op het punt van ja, ik wil een richting uit, maar... Oh, hoe moet ik dat in godsnaam doen? Ik weet even niet hoe ga ik dat clever, shrewdness, clever, hoe ga ik dat clever aanpakken?
En hier krijg je dat twee keer, shrewdness, shrewd choice, speediness. Dus je wil vooruit, maar even geduld. Je gaat eerst voor jezelf moeten kiezen, want bij de watermannen zie ik wel hier self-assertive, dus je mag meer in je eigen kracht komen. Misschien is er iemand die jou tegenhoudt om bepaald werk te doen, misschien is er iemand die je tegenhoudt een bepaald stuk achter te laten. Dan mag de waterman daar nu in balans mee komen. Want dat is gewoon belangrijk. En dat mag gezien worden. Zo, dat was voor de luchttekens. Ik ga door naar de watertekens. Ik zal zo even pauze zetten. Kom ik zo terug. Zo, de watertekens. Wat staat de watertekens te gebeuren deze nieuwe maanperiode? De watertekens, waar krijgen jullie mee te maken? Nou, als eerste ladybug, fortune, gratification, wishes. Dus daar komen de wensen die je hebt, die gaan waarschijnlijk opgelost worden, quail. Refuge, nourishment, solutions. Er komen oplossingen. En de kaart skunk. Conflict, avoidance, discretion, lunar energy. Nou, deze nieuwe maan gaat voor jullie dus nieuwe wensen. Jullie wensen worden verhoord, vervuld, ja, hoe je het noemen wil. Maar het gaat wel met een discretie. Het gaat wel voorzichtig. Want je wilt eigenlijk geen problemen veroorzaken. Dus het gaat wel om een rustige manier. Ga jij de dingen aanpakken, maar je krijgt eigenlijk dat wat je wenst. Dus er komen geen conflicten meer, heb ik het gevoel. Er komen alleen maar oplossingen. Er komt zorg voor. Misschien zorg je niet goed voor jezelf en moet je dat nu leren? Of heb je dat al geleerd en ga je dus in je kracht staan nu? En ga je dat op een rustige manier doen? En heb je niet het gevoel van, ja, ik moet hier iets heel heftigs nog opruimen, maar het kan dus nu op een rustige manier opgeruimd worden. Er komt een hele andere energie, zachter, zuiverder, stabieler, dat is wat ik hoor. Ja. De vissen. Hoe gaan jullie om jou? Toren. Er komt een torenmoment voor de vissen. Er gaat iets geheeld worden in dat torenmoment. Je gaat iets zien, je gaat iets spreken, de slang. Als je niet kon spreken in het verleden, gaat dat nu wel gebeuren, heb ik het gevoel. Eens even kijken, zijn er te veel? Wacht. Nog twee makkelijk. Nou, voor de vissen, de tower, shocking change, transformation, liberation, de snake en de slang staat altijd voor transformatie, staat voor het helen van oude pijnstukken, misschien pijnstukken die heel lang geduurd hebben en die ga je dus zien, die ga je erkennen omdat daar de kleur blauw is. Heeft dat te maken met het keelchakra en het derde oog? Dus je gaat dingen zien, hoe je het aan moet pakken. Wat je eigenlijk wenst, wat jouw dromen zijn. Dan krijg je de kaart de Hummingbird, Four of Wands. Homecoming, rest after labor, nirvana. Dus je gaat thuiskomen. Thuiskomen bij jezelf. Misschien ook in een relatie. Thuiskomen bij datgene wat je wil. Misschien met werk. En je hebt heel veel innerlijk werk al gedaan. Dat voel ik hier wel bij. Heel veel vissen hebben innerlijk werk al gedaan. Spider, de High Priestess, er komt balans, intuition, secret knowledge. Dus je hebt die intuïtie, die heb je en die ga je dus nu ook gebruiken. Je gaat dus nu kijken hoe ga ik dat oplossen. Maar er komt een torenmomentje. En dat torenmomentje is dus nu wel een positief torenmoment voor de watertekens. Want ik betrek het dadelijk sowieso op iedereen. De kreeften, hoe gaan jullie met dit stuk om?
Nou, dat wil niet zo. De kreeften. Oeps, oké, dat zijn er veel. Nou, het gaat snel. Kreeft, giraf, Eight of Pentacles, apprenticeship, quality, craftsmanship, mastery. Dus je gaat iets oplossen. Kan te maken hebben met werk, dat je dus iets gaat neerzetten wat eigenlijk heel gunstig is voor jou. Dat je iets gaat manifesteren. Dat je iets opgelost hebt, maar het kan ook een emotionele les zijn die je begrepen hebt en opgeruimd hebt. Snow Leopard, de Hermit. Ik heb het gevoel dat je vanuit dat kluizenaarsgebeuren, dat je dat nu ziet, dat je verder mag. Want hier krijg je de Chariot, Travel, Victory, Raw Power. Dat je in je kracht in balans komt. En doordat je in die balans komt, kun je misschien ook dat die Hermit-positie achterlaten. Dat je nu vooruit gaat, dat je niet meer in die Hermit-positie hoeft te zijn, omdat je in die kluizenaarspositie heel veel opgelost hebt. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Six of Cups, reunion. Dus er komt inner child reminiscing. Dus er komt een hereniging met je innerlijke kindstukken. Kan ook nog te maken hebben met de liefde. Dus dat is voor de vissen. Sorry, voor de kreeften. We gaan even kijken. De schorpioen, dat ben ik. Nou, eens kijken wat daar komt. Seal, Ten of Cups. Dat is goed. Divine Blessings, Lasting Happiness en Success. Team van Baker is natuurlijk ook de kaart voor de tweelingzielrelatie. Voor de zielsrelatie in ieder geval. Dus daar komt een verandering in. En dat is van boven geregeld. Dan kun je wel, kun je wel zeggen van ja, dat is niet zo. Maar even kijken wat daar nog meer komt. Raccoon, Page of Wands, Enthusiasm, Free Spirit, new Ideas. Dus kan te maken hebben met dat je je balans bereikt hebt. Dat je eigenlijk nu de overvloed krijgt vanuit spirit. En ook Page of Wands een hele nieuwe energie krijgt. En dat is natuurlijk heel erg goed. Even kijken, wat komt er nog meer? Oké, Bee. Oh, dat zijn er ook twee. Wheel of Fortune, Luck, Life Changes, Major Karmic Events. Dus er komt heel veel overvloed voor de schorpioen. Dat is goed. Dan de cow, de empress, abundance, creativity, fertility. Ja, dat zijn wel maar goede kaarten. En de lion. Ja, de kracht. Strength. Mind over matter. Love wins. Majesty. Nou, de liefde zegeviert. En dat is natuurlijk altijd goed. Dus er gaat heel veel veranderen voor de vis, voor de watertekens. Voor de watertekens ziet het er gewoon hartstikke goed uit. Als ik dan even kijk naar de veranderingen voor iedereen, dan ligt daar gewoon een nieuw begin op het gebied van de liefde. Dan ligt daar een stabiliteit in je energie. Dan kom je uit een kluizenaarstuk waar je dus eigenlijk, dat gaat ook snel vooruit dadelijk. Ga je ook snel vooruit uit dat kluizenaarstuk. Dat je eigenlijk ja, dat oplost in die modus. Dat je even je terugtrekt uit een proces of van iets of iemand. Maar dat je dus wel de zes van bekers gaat krijgen dadelijk. Het heeft te maken met je innerlijk kind, maar heeft ook te maken met de liefde. En de ziel, de tien van bekers, heeft ook te maken met de liefde. Page of Wands, een nieuwe energie. Het Rad van Fortuin, de Empress, de Strength, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 7 grote arcana kaarten. Wat hier op tafel ligt, de grote arcana kaarten zeggen altijd, dit staat in de sterren geschreven, dit gaat gebeuren, daar kun je niet onderuit. Dit is wat jij, ik word daar heel emotioneel van, dit is wat jij altijd gewild hebt. Dit gaat nu gewoon gebeuren. Dat is wat je altijd hebt gedacht van, zo wil ik het, zo zou ik het graag wensen. Die wens heb je uitgesproken naar spirit. En die worden nu uitgedeeld. That's it.
voor de watertekens. Ja, de watertekens, dit is gewoon bizar. Zeven grote arcana kaarten in, ja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In 12 kaarten, 7 grote arcana kaarten. Ik ga even kijken, wat is het getal 7? The energy of magic is surrounding you. Align your thoughts with the highest. Nou, mooier kun je niet hebben. Maar dit is wat er gewoon staat te gebeuren, jongens, voor jullie. Dus voor de watertekens ziet het er heel goed uit. Jullie komen uit een heel moeilijke periode. Als ik voor mezelf spreek en een vriendin, dan weet ik, of vriendinnen, dan weet ik dat gewoon. Dat wij uit een hele moeilijke periode komen. En dat wij dat verdienen. Klaar, iedereen verdient dat. Dat is zo. Maar als je innerlijk werk gedaan hebt, je schaduwwerk hebt gedaan, dan verdien je ook een beloning, als het ware. En die krijg je dan ook van Spirit. Daar zorgen ze wel voor. Ja, en dan krijg ik weer van iemand even een berichtje. Ik bedoel een overleden dierbare. Maar, dankjewel. Nou, ik ga verder met de aardetekens. Ik hoop dat er voor jullie dan ook iets moois ligt. Dus ik ruim dit even op, kom zo bij je terug. Zo, dan gaan we naar de aardetekens. Wat staat er voor jullie te wachten? De aardetekens. Deze nieuwe maan. Wat, hoe komt er voor jullie? Voor de aardetekens. Sugarglider. Dat had ik net ook. Leap of faith. Wacht, dit zijn er te veel. Dat was bij de vuurtekens. Leap of faith, snakes. Fertility, birth, health. Nou, Michael, eentje nog alsjeblieft. Ik moet ze alle twee pakken. Hij blijft erbij. Nou. Cougar, motherhood, sensuality, reverence. Daarbij heb ik meer het gevoel dat je terug gaat kijken wat jij wil. Mantis, fearlessness, flexibility, battle. Als ik daarin op invoel, heb ik het gevoel dat hier iets gaat stromen voor de aardetekens. Dat je nu durft te geloven dat er iets nieuws kan gebeuren. The birth, fertility, dat er iets gaat stromen, dat er iets gaat groeien, vruchtbaarheid. En het kan met ideeën te maken hebben die je hebt. Het kan met een stukje zelfexpressie te maken hebben. Het kan te maken hebben met blokkades die je moet oplossen. Dat je het nu ziet. Motherhood, sensuality, reverence, de cougar. Heb ik hier het gevoel van dat je ook nu voor jezelf gaat zorgen. Als ik dan kijk, motherhood, dan wat ik daarbij doorkrijg is gewoon dat je nu gaat leren om voor jezelf te zorgen. Dat je op een rustige manier voor jezelf kunt zorgen. En niet meer in een stress situatie. Of de zachtheid komt terug. De mantis, fearlessness, flexibility, battle. Ik heb hier ook het gevoel bij dat je soms meer naar je mannelijke energie mag. Dat jouw vrouwelijke energie te sterk is. Dat je wel heel veel ideeën hebt, maar dat je dat niet kunt oplossen. En je kunt het niet in de realiteit zetten. Daar gaat iets... Daar gaat iets hersteld worden. Ja, daar gaat iets hersteld worden. Je bent eigenlijk meer in gevecht met jezelf, als ik dat hier zo zie. Van wat wil ik dan nu? Waar wil ik naartoe? Kijk, je hebt hier twee mogelijkheden. En op die kaart, dan denk ik van, ja, wat wil je dan nu? Welke kant wil je op? Weet je, je zult een keuze moeten maken. Dus jullie aardetekens gaan een keuze maken van hoe wil je goed voor jezelf zorgen. Is dat de juiste weg of is dat de juiste weg? Ik moet een stap gaan wagen. Ik moet een leap of faith krijgen. Ik moet echt de durf krijgen om iets te gaan neerzetten. En dat is wat ik hierbij voel. Oké, we gaan even kijken voor de stieren. Ja, de stiertjes. The goat. Six of pentacles. Och, waar is mijn kaart?
De zes van pentakels, de acht van bekers, abandonment, escapism, true seeing. Dus je gaat de dingen werkelijk zien, stier. En hier een nieuw lost rewards, generosity, establishing boundaries. Je gaat keuzes maken, je gaat grenzen zetten naar jezelf toe misschien. Grenzen naar jezelf toe zetten om iets neer, om iets te gaan doen, om een dat je gaat zien van, of misschien zie je eigenlijk dat je je grenzen altijd heel erg strikt hebt gehouden en mag je die grenzen dus nu overschrijden. Nine of Wands, Resolve, Resilience, Bravery. Oh, de schorpioen. Ja, de schorpioen staat, als ik dan even het sterrenbeeld pak, schorpioen staat eigenlijk altijd, zie ik altijd als de phoenix. Reizen uit de as. Ik heb het gevoel dat jij, stier, dat ook gaat doen. Dat je je te klein hebt gehouden, dat je eigenlijk de grenzen, dat je het te dicht hebt gehouden van dat kan ik niet en dat is niet goed voor me, ik durf niet, et cetera, et cetera. En dat je nu gaat zeggen van nee, ik ga dat gewoon proberen. Want als ik het niet probeer, dan weet ik het natuurlijk niet. Dus er gaat iets gebeuren op het gevoel van, of nou eigenlijk, je gaat de dingen zien. Het heeft met emoties te maken, want het zijn de cupskaarten. Maar ook, het heeft eigenlijk met alles te maken. Want je hebt hier de pentakels, de zes van pentakels, het aardeteken. Dus wat je neer wil zetten in de realiteit, heb ik het gevoel. Het kan te maken hebben met vuurenergie. Ik zie hier de ram erop. Ik zie dat dit ook voor het eerst dat me dat invalt. Het balansteken. De liefde. Dus Eight of Cups heeft ook te maken met, ja... De liefde voor jezelf. Wat wil je eigenlijk creëren? De maagd? Of is het nee, het is de schorpioen? Dus je gaat hier balans krijgen. Jij gaat in de balans komen, stier. Want je was misschien te veel bezig met het kan ik niet en het durf ik niet, et cetera. En nu gaat daar een shift plaatsvinden. Langzamerhand wordt de knop omgedraaid. In de reverse ga je. Dus stoppen met dat nadenken. Stoppen met nadenken, maar ga voelen. Eight of Cups geeft ook aan van. Je voelt, je gaat nu voelen, wat wil ik eigenlijk? Waar ligt mijn creativiteit? Wat kan ik? En dan gaat de schorpioen komen en die gaat het oplossen. De Nine of Wands, je gaat een nieuwe energie krijgen. En de Nine of Wands in de, even denken, in de Lightseer's Tarot, dat is eigenlijk een hek, maar heel klein, heel kort bij de grond. En die Nine of Wands geeft aan van je hoeft nog maar een klein stukje, maar jij denkt misschien: oh, ik moet nog veel en dat kan ik niet, et cetera. Wat je zelf allemaal wijs maakt. Maar dat is niet zo. Dus er gaat iets veranderen en er gaat iets van binnen veranderen. Je stabiliteit wijzigt wat je wil gaan doen in je leven. Maagden. De Beaver, zeven van bekers, dreams, even kijken, dreams, deception, determination, dus je gaat volhardend zijn in jouw dromen, er gaat iets nieuws gebeuren. Dus voor de maagd is dat alleen maar gunstig. De Alligator, Page of Cups, surprising insights, artistry, coming up for air. Dus je gaat iets nieuws creëren, je gaat iets nieuws doen, je gaat echt aan de slot, vier van zwaarden, quiet reflection, waiting till the time is right. Dus jij gaat even wachten totdat je, ja, totdat jouw tijd rijp is om iets te doen. En als ik dan kijk, ik ben maagd van mijn ascendant. Nee, wacht even. Mijn ascendant is niet maagd, maar ik heb heel veel maagd in mijn geboortehoroscoop. Zo moet ik het zeggen. En mijn ascendant is stier. Ik dacht mijn maanteken was dat. Weet ik ook niet meer precies. Maar ik had veel maagd in de geboortehoroscoop. Dus en als ik dan even kijk naar mezelf, dan klopt dat wel voor mij. Dat ik ook aan het wachten ben. Dat ik het gevoel heb van er komt iets nieuws. Ik weet dat ook. Maar ik moet even op de juiste tijd wachten. Ik moet wachten tot Michael of wie dan ook van Spirit zegt van. Nou zou ik nu kun je alle remmen los. En nu mag je. Maar goed. Geduld, geduld. Dus dat moet maar even wachten totdat het zover is. Ik zal het vanzelf merken als ik er klaar voor ben. Bij de steenbokken, hoe ga jij daarmee om? Rabbit, zeven van pentakels. Reaping what is sown. Constancy. Perspective. Je gaat de dingen in de juiste perspectief zien.
Tasmanian Devil bij Van de Staven. Dat zijn er twee. Nou, bij de steenbokken krijg je de kaart 7 van Pentakels, het konijn. En Reaping What Is Sown, Constancy. Ik heb het gevoel dat jij nog even bang bent om bepaalde dingen te doen. En dan krijg je de kaart Tasmanian Devil, 5 of Wands, Conflict, Competition, Hiding from the Truth. Misschien durf je het nog niet te zien. Misschien durf jij je kracht nog niet te zien. Ben je benieuwd wat dat voor kaarten zijn. Een Horse, een Chariot, maar dan ga je wel vooruit. Toch ga jij ook vooruit, steenbok. En de Otter, 6 of Cups, Reunion. Dus er komt ook een hereniging met jezelf. Als ik dan even kijk en pak het hele plaatje voor de aardetekens. Dan heb ik daar het gevoel dat er iets nieuws staat te gebeuren. Op welk vlak van je leven dat ook. Hè? Het kan zakelijk zijn, het kan privé zijn, het kan je eigen lessen zijn. Dat kan alles zijn. Het kan ook de liefde zijn. Maar goed, ik had al een tweelingziel reading gemaakt van een maan. Die zal ik er achteraan plakken trouwens. Het heeft dus te maken dat je nu goed voor jezelf gaat zorgen. Echt dat alleen maar doet wat je zelf leuk vindt. Dan gaat er een stabiliteit plaatsvinden. Dan ga je grenzen creëren. Dan ga je dus ook, als ik dan hier even kijk, voor de aardetekens, dan gaat er stabiliteit komen. Dan ga je dus echt je dromen achterna. Je gaat dus echt dat creëren wat je gezaaid hebt. En er komt overvloed. Dan gaat een nieuw begin komen op de liefde. Oh, het kan natuurlijk ook te maken hebben met inzichten, hoe je iets moet aanpakken. Er gaat een verandering van energie plaatsvinden. Ook wat je nog niet gezien hebt, dat wordt duidelijk. 9 van staven zegt eigenlijk van, je gaat het gewoon oplossen. Je bent sterk genoeg. Je gaat even terug naar, ja, wanneer, als jij voelt dat het de tijd is, dan kun je vooruit. Dan gezegd de Chariot van, ja, en nu go, hè. En dan krijg je de 6 van bekers. Die geeft ook aan dat er... Het heeft te maken met een reunion, een reunie met jezelf, een hereniging met jezelf, maar ook een hereniging met jouw innerlijke kind en eventueel op liefdesvlak. Maar je gaat dus dat creëren wat je wil. Jeetje, dit is een reading geworden van bijna een uur. Nou, dat moest dan blijkbaar zo zijn. Maar dus voor de aardetekens ziet het er ook heel goed uit. Als je veel aardetekens hebt in je geboortehoroscoop, die kun je namelijk uitrekenen als je bij Catharina Webb even kijkt. Moet je even googlen. Is je beste vriend met zulke dingen. Google even. Je moet je geboortetijd weten. Je moet weten waar je geboren bent, et cetera. En dan kun je dat invullen. En dan rekenen ze dat voor je uit. Krijg je een tekening. En dat, dan kun je eigenlijk alles op aflezen. Daar staat ook bij van wanneer is iemand, welk huis staat, welke planeet in welk huis staat, et cetera. Welk sterrenbeeld in welke planeetstand staat. Dus dat was mijn nieuwe maanreading voor jullie. Dankjewel voor het kijken en ik wens jullie een ontzettende goede nieuwe maanweek of periode tot aan de volle maan. Creëer dat wat je graag wil en ga ervoor en laat je niet tegenhouden door omstandigheden of wat dan ook. Maar ga ervoor en luister naar je gevoel. Luister naar je gevoel, want dat is, spreekt de waarheid. Dus dat is in ieder geval wat ik je wil meegeven. Dankjewel voor het kijken en in licht en liefde en namaste.